Mijn naam is Camilo van Trijp. Ik ben Jitske Visser en ik doe een rolstoelbasketbal. Het Nederlands herenteam is de afgelopen jaar met het EK derde geworden. Het jaar daarvoor hadden we het WK in Dubai en zijn we vierde geworden. Dus je kunt wel zeggen dat we gewoon op wereldtopniveau presteren. Wij als Nederlands damesteam zijn momenteel Europees, wereld- en Paralympisch kampioen. Maar goed, nummer 1 komen is één ding. Maar nummer 1 blijven is misschien nog wel moeilijker. Nee, de voorbereiding is nu natuurlijk in volle gang. Dat betekent dat we 2 of 3 keer per dag trainen. En dat we ook oefenstages inplannen tegen andere landen. Ja, die Paralympische Spelen zijn voor ons toch wel echt het hoogst haalbare. Wij zijn vorig jaar tijdens de European Para Championships hier in Rotterdam, in eigen huis, hebben wij ons direct geplaatst voor de Paralympische Spelen. De afgelopen Paralympische Spelen mochten nog 12 teams meedoen, nu 8 teams. Ja, omdat we natuurlijk afgelopen jaar het wel echt goed hebben gedaan en omdat we ook nog wel steeds een stijgende lijn zien, ja, hoop je wel op een medaille. En dan hoop je ook dat we die prestatie kunnen neerzetten. In Parijs wil ik weer die gouden medaille om mijn nek hangen. Ik ben niet tevreden met iets anders.